deze prachtige locatie. We gaan een hele mooie dag van maken. We gaan vandaag een prachtig programma vaststellen. En we hebben een middag met fantastische sprekers. Wie denkt dat kennis duur is, weet niet dat domheid kost. Onze partij, onder de inspirerende leiding van Alexander Pechtold, heeft de afgelopen jaren niet meegeheigd met de woeste, agressieve gebrul van de nar. Er is gekozen voor een duidelijke pro-Europese lijn. Ik zie jullie binnen, kom op. Ja, bedankt, dat was hartstikke goed. Ik zou graag meer doorstroom willen zien in de woningmarkt. En dat kan onder andere door de hypotheekrenteaftrek langzaamaan af te schaffen. Want dat betekent dat de markt stabieler wordt en meer toegankelijk voor starters. Ik ben net even aangeschoven bij het uurtje voor de nieuwe leden. Ondanks dat ik zelf geen nieuw lid ben, is het toch vaak leuk om dat even te zien. En ik vind het afschaffen van de Eerste Kamer lijkt mij een ontzettend goed plan. We zijn hier op de online lounge. Dit is een gedeelte waar je, we hebben het lounge genoemd, je kan even je mail checken, je kan even een Twitter update eruit gooien of je sociale netwerken bijwerken. Helemaal in het kader zoals wij graag online campagne voeren en dat willen we hier terug laten komen en laten zien dat we dat goed doen. Iedereen heeft een kans op een diploma, kans op een baan en kans op een huis. Dat is onze boodschap. Durf te kiezen. Keuzes zijn kansen en kansen zijn keuzes. Ik heb net mijn formulier ingevuld, dus die ga ik nu in de stembus stoppen. Wie is uw voorbeeld amendement? We moeten natuurlijk flink bezuinigen. Maar dat betekent dat er een hoop moet veranderen en dat is juist het moment dat je ook dingen beter kan maken. En juist door dingen beter en anders te maken, kan je ook de hele kostenkwestie voor een groot deel oplossen door het op een verstandiger manier in te richten. Wij hervormen geleidelijk en zorgvuldig. En ja, wij vragen wat van mensen, van iedereen. Maar daar staat tegenover dat wij mensen zekerheid bieden. De zekerheid dat lasten eerlijk verdeeld worden. Ook tussen generatie. De zekerheid dat werken loont. De zekerheid dat de vervuiler betaalt. De zekerheid dat iedereen die mee kan, maar ook mee moet doen. En ja, wij geven ieder individu gelijke kansen. Een leven lang. Waar je ouders ook geboren zijn. Wat je achtergrond ook is. Waar je wieg ook heeft gestaan. 9 juni is na de verdrievoudiging in Europa. En na de verviervoudiging in de gemeente, de kans om onze terugkeer een passend vervolg te geven. Dank jullie wel.